Heb je jezelf zien veranderen de afgelopen periode? Omdat het moest of omdat dat gewoon ja, gebeurde geleidelijk aan? Nee, eigenlijk niet. Ik denk wel dat mijn huid nog iets dikker is geworden. Dat was ook echt wel nodig. Je zou denken dat je dat al wel had als jarenlang. Dat had ik wel, maar dit was nog even wat steviger dan ik was gewend in het commentaar. Dus daar heb ik wel aan moeten wennen. Maar wat die afgelopen 4 jaar natuurlijk enorm heeft gekleurd, is meer dan 2 jaar corona en crisisbestrijding. Ja. En dat, ja, dat heeft dat burgemeesterschap voor mij in ieder geval heel erg vertekend. Omdat een heel belangrijke rol die je hebt te vervullen is gewoon op straat met mensen zijn, met mensen praten. Weet je, met alle horecaondernemers, de reders, waar we nu... gewoon met mensen in buurthuizen. En dat kon allemaal niet. En ondertussen zat je maar in Haagse vergaderingen te praten over welke maatregelen er nu weer genomen moest worden. Dus dat heb ik wel heel gek gevonden. Ja. Nou, coronacrisis, dan noemt u iets. Burgemeesterschap is natuurlijk nooit walk in the park. Maar ja. Het is nogal een heftige tijd geweest natuurlijk. Vanaf het moment van uw beëdiging, de pandemie. Hoe kijkt u, nou ja, of we er nou echt helemaal uit zijn, dat is de vraag. Maar hoe kijkt u naar uw rol in die periode? In de coronacrisis. Ja. Nou ja, kijk, het beoordelen van mijn rol laat ik heel graag aan anderen over. Maar wat ik geprobeerd heb in die tijd, dat is toch een wat gematigder en rechtsstatelijker houding te hebben dan je in andere delen van Nederland ook wel zag. Want ik vond wel dat, hoe noodzakelijk het ook was, dat we allerlei maatregelen troffen om de gezondheid van mensen te beschermen, vond ik ook dat wij als bestuurders er wel ons ervan bewust moesten blijven dat het ongewoon is. Dat het echt heel ongewoon is en ook niet gezond om heel lang te doen. Dat je bijvoorbeeld met politie en met handhavers ervoor moet zorgen dat mensen 1,5 meter afstand houden. Daar is je handhavingsapparaat niet voor bedoeld. En dat is uiteindelijk treed je ook heel ver in de vrijheden van mensen. En dat heb ik af en toe lastig gevonden. En daar heb ik ook wel eens uitdrukking aan gegeven. Ja, die 1,5 meter maatregel, dat was nogal een groot ding. In coronatijd vond toen ook die massale Black Lives Matter demonstratie natuurlijk plaats op de Dam. U kreeg harde kritiek, er was niet op tijd ingegrepen of niet voldoende ingegrepen. Ja. Later dook sms-verkeer op tussen u en premier Rutte, waaruit bleek dat u zich in de kou gezet voelde. Ja. U zei, ik citeer, ik word overvallen door 10.000 mensen en er is geen politiemacht die dit vreedzaam uit elkaar krijgt in de sms aan Mark Rutte. Daar klonk veel wanhoop en machteloosheid uit. Hoe klopt dat? Nou, kijk, hoe ging dat? Nou, die sms is in de loop van de avond, als ik het me goed herinner, heb ik die aan hem gestuurd. En die was eigenlijk een reactie op het kabinet. Waar ik gefrustreerd door was op dat moment, was dat het kabinet publiekelijk afstand nam van mij als burgemeester. Dat is behoorlijk ongewoon. Als je burgemeester bent en je bent verantwoordelijk voor de openbare orde, en daar kunnen al mijn collega's van meepraten, bedoel, Ahmed Abu Talib had een aantal dagen later een vergelijkbare demonstratie, dan moet er wel een soort Haags respect zijn voor de afwegingen die je maakt. Hoe bedoelt u precies met die afstand nemen? Volgens mij was het Vert Grapperhaus die op, in een officiële reactie had gezegd dat dit niet had mogen gebeuren. Daarmee ging hieraan voorbij dat wij inderdaad overvallen waren geweest door die aantallen. Ja. Dat onze politieinformatie niet op orde was, waardoor dit had kunnen gebeuren. En dan verwacht je eigenlijk een wat meer geserreerde of een wat meer voorzichtige. En toen men afstand nam en eigenlijk niet naast me kwam staan, ja, toen heb ik die reactie gemaakt. Omdat het heel gebruikelijk is. En gelukkig hebben ze dat later ook wel, niet op dit moment, maar wel in andere situaties gecorrigeerd. Maar er zijn wel wat woorden over gevallen. Bijvoorbeeld later bij de coronademonstraties, als er wel of niet ingegrepen werd, heeft het kabinet ook meerdere keren wel zijn steun betuigd. Mm-hmm. Waarmee je ook respect uitspreekt, niet alleen naar mij en naar de grote dilemma's van ordehandhaving, maar ook naar je politieapparaat en het Openbaar Ministerie. Ja, waarom was dat eigenlijk? Waarom werd daar toen zo gereageerd? Ik denk dat men in paniek raakte. Kijk, het was het waren ook heel veel mensen. Het zag er natuurlijk daardoor ook niet goed uit. Het was een ingewikkelde dag, want het was de eerste dag dat de terrassen open gingen. Dat men de teugel... We waren net uit de lockdown, ja. Precies. Dat is ook denk ik wat ons zo overvallen heeft. Want het blijkt achteraf dat mensen gewoon met duizenden opgestaan zijn van de terrassen en naar de Dam gegaan zijn.
En ik denk dat men overvallen was door eigenlijk de reactie van de bevolking en de hevigheid ervan en de grote aantallen bij elkaar. Ja, nog zo'n punt waar...